Hallo, beste whisky-liefhebbers. Jock hier bij Bresser en Timmer. Wat ik hier in mijn hand heb, is een fles, die maak ik nog niet open. Waarom maak ik hem niet open? Er zijn slechts 284 flessen van. En het is een aardmoor. En deze aardmoor is speciaal geselecteerd voor Bresser en Timmer. En het is speciaal geselecteerd door een van de hele goede onafhankelijke bottelaars van Groot-Brittannië: The Single Maltes of Scotland. Van Elixir Drinks. The Single Molds of Scotland Aardmoor. Het is gebotteld op 50% alcohol. Het is uh, op 2009 gedistilleerd. 2021 in de fles gegaan. En ik zal u de fles laten zien. Ik kom even wat dichterbij. Dat u het kunt zien. Van The Single Molds of Scotland Aardmoor. Een heel mooi geturfde Speyside whisky. Dames en heren. Site is, ja, jullie kennen hem allemaal: een aardmoor van Bressel en Timmer, speciaal gebotteld voor ons. Uh, en namens het Bressel en Timmer-team, dan zeg ik zee, tegen jullie met uh, de aardmoor van de single mols of Scotland in de hand: slaat je va?